Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups en Down. Ik heb hier kinderen die lekker op de bank rustig zitten te doen. Jordi heeft alweer zijn luier volgepoept. Hij had buikpijn, dus die heb ik eerst even geholpen. En om hem te helpen moest ik hun twee even afleiden, want ze zaten continu aan mijn benen te trekken. Dus ik heb ze de tablet gegeven. Ik ga even nu Jordi doen. Podcast aanzetten. Even de keuken opruimen, want dat is gisteravond niet meer gebeurd. Niels heeft de rest wel opgeruimd, maar de keuken niet. Dus die ga ik even opruimen, vaatwassen leeghalen, dat soort dingen allemaal. Ik heb ook alweer een wasje aanstaan. Ja, voor de rest zien we het wel weer. Wat wel iets is, wat Jordi regelmatig heeft, is rode wangen. Ik noem dat altijd Downy wangen. Maar dat is wel een kenmerk voor kinderen, mensen met Down, dat ze vaak snelle rode wangen hebben. Dat heeft ook te maken met de constructie van de huid. Hier is het gewoon allemaal veel gevoeliger. Hier zo en hier zo. Dus dat maakt het voor Jordi altijd wat lastiger. Ik heb het ook al een paar keer ingesmeerd vandaag. Dus we gaan het zien hoe dat loopt. En anders moeten we kijken hoe we doen. Echt waar? Ben je aan het spuiten? Moet je hier op de plantjes doen? Moet je plantje spuiten? Ja, goed zo. Ja. Sam heeft daar ook lol. Maar dat ding is zo lekker als een mandje nu, hoor. Kijk maar. Hij heeft de hele dag op de bank gelegen. Ik denk dat hij niet meer lekker is. Maar ja, dat kan gebeuren. Ik ga even pyjama's pakken voor de jongens. En we gaan zo flessen maken en zorgen dat ze naar bed gaan. Dan Niels gaat zo dadelijk eventjes naar een vriend toe en daarna sporten. Dus ik heb het rijk voor mijn eigen. Moet ook wel eens een keer kunnen. Dus rust. Hoop ik. Ik heb wel veel te doen nog. Tenminste, ik leg mezelf veel op. Wat zeg je, schat? Mama? Papa. Oh, echt? Oma. Oma. Dit is niet oma. Ik wilde eigenlijk gewoon mezelf filmen en dan laten horen wat er hier precies allemaal 's morgens is. Tjitjwa, tjitjwa. Dit hoor ik al de hele tijd. Ga lekker spelen. Ja. Ja, ga maar spelen. Au. Ga maar spelen. Is busje klaar? Waarom is busje klaar? Busje. Bus. Bus. De bus. Ja, dat zijn jouw bussen, hè? Busje. De bussen. Ja. Daar ligt Liam. Voor de mensen die zich afvragen hoe het met Liam gaat. Busje, ijsje. Hij is nog steeds niet helemaal in zijn hum. Maar hij is ook niet ziek. Maar hij zit gewoon even niet lekker. Ik weet niet wat het is. Ik kan ook mijn vinger er niet 100% op leggen. Hij is ook niet ziek. Maar hij is ook niet lekker, zeg maar. Ik zie schrallen. Wie is dat? Sam. Nee, daar. Nee, Liam. Goed zo, dat is Liam. Sam. Ja, dat is Sam. Mama. Ja.
Ik heb een jurkje aan met een korte broek. Mam, bus. Je busje. Het was te vroeg vanochtend. Oh. Ik heb gisteravond alles opgeruimd. Niels was heel eventjes iets bij een vriend doen. Er was iets kapot. En ze zouden daarna samen gaan sporten. Maar het sport is er niet van gekomen, want het was te veel werk. En vanavond gaat hij ook weer met een vriend iets met de auto doen. Dit is wel best. Iets is er kapot aan die auto en dat kunnen ze maken. Niels is natuurlijk automonteur. En als wij iets hebben, dan komen die vrienden ook altijd helpen. Dus dan andersom ook natuurlijk. Dus Niels gaat vanavond met hem, dus Petom van Jordi, iets met de auto doen. En daar. Ik ben gewoon met kinderen. En morgen is hij de hele godschanse dag weg, want dan is hij werken. En dan komen mijn ouders op bezoek die dag. Saboomba, zeg maar, ah oh. Oh nee, zijn de Teletubbies. Boomba. Is dat Boomba? En wat wil je vertellen over Boomba? Dat Boomba lief is. Is dat Hoppetie? Ja, heet je Boomba. Maar is Boomba lief voor jou? Boomba is jouw vriend, hè? Elke ochtend kijken we allemaal Boomba op de televisie. Doei! Ja, dat is een routine hier. Maar. Ik heb mijn hele leven lang al eczeem. Echt mijn hele leven lang. Ik heb echt van top tot teen helemaal ondergezeten, ook in mijn kindertijd. Op dit moment zit het voornamelijk op mijn hoofd, is echt al mijn leven lang. Dus nee, ik ben niet zielig. Ik ben inmiddels gewend om met die jeuk om te gaan, om met die schilfers om te gaan. Dus ja, dat. Vroeger heb ik het ook al eens in mijn oren gehad. Dus het is heel lang daar weg geweest. Ik heb het ook hier gehad. Ik heb het echt op de meeste maffe plekken gehad. Ik heb het in mijn lies. Ik heb echt... en ik heb altijd hormoonzalfjes gebruikt. En ja, gewoon het feit wat je er allemaal wel niet voor moet doen. Op dit moment smeer ik het gewoon het liefst in met gewoon een simpele vette crème. In dit geval gebruik ik deze van Young Living. Diaper cream. Op dit moment werkt die echt perfect voor mijn eczeem. En nee, deze gebruik ik niet voor de billen. Deze gebruik ik ook voor bij Jordi op eczeemplekjes. Werkt echt super goed. Ik heb vroeger ook altijd hormooncrempjes gehad. Maar daar ben ik echt volledig vanaf gestapt. Het is echt... Dat is wel zo'n rotzooi. En ja, het is rotzooi. Maar als jij weet ik het hoeveel dagen aan het smeren bent. Omdat dat voorgeschreven wordt door een dermatoloog. En je stopt met smeren. En vervolgens komt het nog 10 keer zo hard terug. En dit gebeurt keer op keer op keer op keer. Dan maar weer een ander hormoonzalfje. Dan maar weer... Ik hou mijn eigen gewoon op dit moment bij deze. Moet je het kopen? Nee. Want deze werkt ook net zo goed daarvoor. Alleen, ik zelf vind deze fijner smeren. Voor eczeemplekjes dan. En dit vlekt niet. Dus dat is een voordeel. Daar zit meer zink in. Maar ja, ik gebruik dus iets met zinkoxide. En dan denk je bij je eigen, je werkt niet helemaal goed. Maar voor mij persoonlijk, werkt dit op dit moment het beste. Als je eczeem hebt, zoek echt naar iets wat voor jou is en bij jou past. Op mijn hoofd kan ik geen eczeem smeren of geen zalf of crème of wat dan ook smeren. Daar krap ik me af en toe helemaal kapot.
Maar ja, het is zoals het is. Maar op dit moment zit het hier echt al een week of drie in mijn oren. En dan zit het zeg maar hier in de schelp en dan richting gehoorgang. Niet in mijn gehoorgang, maar richting gehoorgang. Dus ja, dat krijg je ervan. Dit is ook mede, dit heb ik mede dankzij mijn schildklier. Dat ik eczeem heb, want dat is wel een van de veel voorkomende dingen. Dus nee, het is niet heel raar dat ik het heb, maar goed hè. Zo heb je stiekem heel veel extra klachten van één soort probleem. Dus zoals mijn schildklier, ik heb dus een auto-immuunziekte. De ziekte van Hashimoto heb ik, heeft Jordi ook. Ik weet niet beter dan dat ik eczeemhuid heb, dan dat ik PCOS heb. Mijn fibromyalgie komt daar ook vandaan. Dus ja, weet je, je hebt één probleem en dan krijg je 100 problemen voor terug. Het is zo. Jordi zit lekker hier op de mat in het zonnetje te spelen. En dan denk je misschien, Mandy, doe die deur open, laat hem naar buiten. Dat wil ik best doen. Maar hij vreet op dit moment alles wat hij ziet. Dus ik moet daar echt heel goed mee uitkijken. In verband ook met zijn darmen. Dus vandaar dat hij nu niet naar buiten gaat. En ik heb geen ogen in mijn achterhoofd als ik hier tussen twee ruziende kinderen de hele tijd moet zijn. Ze zijn nu Bing aan het kijken. En ja, dat. En Joef die hangt ondertussen hier. Joef hangt wel vaker daar. Meestal als ik ga zitten, komt Joef bij me zitten. Hey Joefie. Dat is mijn vriendinnetje, hè? Ja. Hoi Joefpoef. Joef de poef. Ja. Meestal zit Joef hier, maar op het moment dat er een kind bij mij gaat zitten, weet je dat de kind altijd voorgaat. Maar in principe, als er geen kind bovenop me hangt, zit ze eigenlijk altijd bij mij of bij Niels. Dus ja. Dus meestal als ik zo vlog, zit ze ook op me. Samen zitten. Kunnen jullie samen spelen? Hij moet iets verder van de hobbel af. Ja. Hier, dan wordt hij weer afgeduwd. Mijn Sam ouders. Ook, Sam mag er ook al. Mijn samen ouders zitten. Die zagen Sam, ga maar zitten. En. Samen zitten. Ze dachten dat dit wel iets voor de kinderen ging zijn. Niet Sam maar afduwen. Samen spelen. Eigenlijk is dit de bedoeling. En uiteindelijk is de bedoeling dat hij zelf de snelheid gaat zien. Hoe dat hij sneller gaat. Ja, dat komt eigenlijk wel uit. Dat gaat wel sneller. Ja, 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 hij doet het ook goed. En uitlopen. Ja. Hij heeft hem al door. Hij heeft het goed. Nou mag Sam even. Jordi vindt hem ook interessant, papa. Nou mag Sam even proberen. Wat is er, Jordi? Nou Sam even proberen. Hey, jongen. Samen spelen. Hoe kom je doen? Samen. Kom je mama knuffelen? Dat is fijn. Nou, samen erop. Ik ga je niet optillen, Jordi. Ja? Hey, mama op. Liam, niet duwen. Kinderen zijn gedoucht. Ik heb voor mezelf even een lijstje gemaakt. En Niels werken. Ik ga daar even de keuken opruimen. Van alles weer doen, brood smeren. Want Niels is morgen natuurlijk de hele dag weg. Tot heel laat. Morgen komen ook mijn ouders.
op bezoek. Ja, dat. Dat ding wat jullie zagen, dat hebben ze van mijn ouders gekregen. Ik denk dat Liam er regelmatig op zal zitten, maar misschien Jordi ook wel, dat weet ik niet. Gaan we proberen. Maar dat is zeg maar zo'n sensory ding. Om hem, onder andere hem, ook voor Sam en Jordi, maar de prikkels zeg maar te verwerken enzovoorts. En aan dit soort dingen heeft hij momenteel meer als aan speelgoed of wat dan ook. Dus ja, dat. Een hele goede morgen. Ik ben al de tijd bezig. Ik heb al runderroulas klaarstaan. Ik heb kwarktaart gemaakt. Straks komen mijn ouders op bezoek. Kwarktaart heb ik als toetje. Dus die heb ik gemaakt. Sam zit de hele tijd hierop. Hij is ook al een paar keer gevallen omdat hij dol was. Ik ga nu fruit maken voor de kinderen. Even luiers verschonen. Daarna de vaatwasser op leegruimen. En zorgen dat de boel weer hier rechtgetrokken is. Maar ja, dat ga ik nu dus even doen. En dan, ja, mijn ouders komen pas vanmiddag. Maar ja, dan moet al, die kwarktaart moet even in de koelkast. Die rundergoulash moet een uurtje of acht lekker stoven. Dus ja, dat. Ik heb even met heel veel moeite de boel hier geveegd en gedaan, zodat Jordi weer naar buiten kan. Ik heb ook heel eventjes daar waar Joef pist en doet, alles even helemaal schoongemaakt. En Jordi is nu zijn ding aan het doen. Dus ja, het is weer schoon. En nee, dat doe ik niet omdat mijn ouders komen. Maar gewoon omdat ik wil dat Jordi ook naar buiten kan. Maar hij vreet alles op wat hij tegenkomt. Dus ik heb even alles opgeruimd en gedaan. Dus dat is nu allemaal weer netjes. Het kind kan weer zijn ding doen. En dat is alleen maar fijn. En ja, we laten de hond niet uit. Die poept en plast in de tuin. Ze heeft altijd haar eigen plekjes daarvoor. Dus ik weet waar ik altijd schoon kan maken. En normaal film ik dat ook helemaal niet dat ik dat doe. Maar dat doe ik om de 2, 3, 4 dagen zoiets. Ligt er maar net aan hoeveel en hoe wat. Oh, ik moet even Jordi redden. Probleem opgelost. Jordi die dacht dat hij ook andersom op de stoel kon zitten. Daarom moet je ook altijd en alle tijden in zijn buurt blijven. Maar nou zit hij goed. Jordi kan ik niet zo goed voorbereiden, maar Liam en Sam wel. Mijn ouders die zijn er bijna en dan bellen ze altijd even op. En dan zeggen ze van we zijn er bijna. Dan kan ik het tegen Liam en Sam gaan zitten zeggen van hè, opa en oma komen op bezoek. En dan gaan we kijken bij het raam. Zo kan Liam zich heel even voorbereiden. En Sam natuurlijk ook. Maar vooral Liam kan zich voorbereiden en er even op instellen van oké, daar komt iemand aan. Dan kan hij het beter handelen, zeg maar, dat. Jij ook, hè? Wie komt er op bezoek? Oké. Wie komt er op bezoek? Opa. Opa. En? Opa. Goed zo. Wil jij even uitkijken voor Jordi, alsjeblieft? Kom hier zitten dan. Kun je opa en oma zien? Opa. Ja, als ze eraan komen. Kom hier, ja, met de auto. Opa en oma komt met de auto. Opa en oma komt met de auto. Kijk. Ja, ze komen eraan. De auto. Ze zijn er bijna. Opa, oma. Opa, oma. Doen we wachten, hè? Ja, die komen eraan. En dan doen we wachten bij het grote raam. Hè? Wat hij op zijn lip heeft gedaan, ik weet niet. Ik denk dat het droogte is of zo. Kijk, oma, opa. Zijn ze er al? Heb je ze al gezien? Kijk, opa, oma. Ja, opa en oma. Inmiddels zijn mijn ouders op bezoek geweest en zijn ze ook alweer weg. We hebben hier gegeten, gezellig gehad. Niels is om 9 uur was je thuis? Nee, 8:30? Kwart over acht. Was hij thuis en kort daarna zijn mijn ouders gegaan. Toen kwam ook nog eens de achterbuurman even binnenwandelen.
En nu heb ik alles opgeruimd. Zit ik op de bank. En heb ik een stukje kwarktaart. En ga ik die lekker oppeuzelen. Onder het genot van niks. Rust. Oh, en de kinderen liggen te slapen. Een hele goede morgen. Liam en Jordi slapen nog. Het is lekker rustig. Sam is wakker. Die zit daar. Ik heb mijn soepjurk aan. Dit is gewoon zo'n jurk van de Action. Die gewoon lekker wijd zit. Vind ik lekker. Klaar. Punt. Vandaag gaan we niet veel bijzonders doen. En ja. We gaan het allemaal wel zien. Ik heb niet zo heel lekker geslapen. Maar ja. Komt wel goed. Sam was al op tijd wakker. En ja. Mensen die op tijd wakker zijn, hebben nog een hele dag. Ja. Ja. Kan zo op een tegeltje. Maar goed. Ik ga even zorgen dat ik alles klaar heb staan voor die twee etters als ze wakker zijn. En dan gaan we zien hoe het loopt. Maar in ieder geval vandaag en morgen nog. En dan heeft Niels 2 weken vakantie. Dus we gaan zien hoe het allemaal gaat en doet enzovoort. Maar geloof mij, ik heb die vakantie van Niels wel nodig. Ja. Ja. Wil je spelen? Dag! Maar wie ben je aan bellen? Pando's. Pando? Ben je met Pando aan het spelen? Hallo papa. Papa centjes verdienen. Die kun je toch niet bellen? Hallo Bing. Bing, ben je Bing aan het bellen? Zeg hallo Bing. Hé, dat is Bing. Nee, dat is Peppa Pig. Bing. Nee, is Peppa Pig. Die aan het kappen. Hé, Peppa. Dat zou je toch? Hier ligt die een andere. Ik heb net even de vaatwasser uit en ingeruimd en weer aangezet. Sorry voor dat charmante beeld. Deze heb ik laatst via Amazon gekocht. Ik heb nou eenmaal een kind dat van gescheiden voedsel eten houdt. Ik kan het hierin doen. Vindt hij ook geen... Niet echt een probleem. Maar ik denk dat ik wil ook eten voor ze leuk maken natuurlijk. Dus ik heb deze besteld. Er zitten ook deksels bij. Ik zei tegen Niels van dit is ook handig voor. Want ik heb ze in 2 roze en 2 van deze. Nou boeit het Niels niet of hij iets roze heeft. Of die jongens boeit het niet of het roze is. Het boeit ze allemaal helemaal niks. Dus ik heb, dit waren de goedkoopste. Dus deze heb ik gepakt. Ik heb nou eenmaal een kind die van... Ja, hoe ga ik dit even zeggen? Oké. Ik hou er bijvoorbeeld niet van dat als ik een bord heb met aardappels, vlees en groenten, dat dat elkaar aanraakt. Wil ik niet. Ik heb nog zo'n kind. Noem het een autistisch trekje, noem het ADHD, noem het... Het maakt niet uit, geef de stempel die je wil, het boeit niet. Ik ben zoals ik ben. Liam is zoals jij is. Dus ik had deze bakjes gekocht. Ik denk dat is ook handig voor als we weggaan. Volgende week heeft Niels vakantie. Dus we hebben wel besloten om een aantal dingetjes te gaan doen. Zoals ik heb picknicken in de speeltuin. Dat soort dingen allemaal. Dus dat is wat ik van plan ben. En dan zijn dit soort bakjes ook heel makkelijk. Ook voor dadelijk als hij weer naar school gaat. Fruit in te doen. Of een keer iets lekkers. Of... Nou, het dat. Dat soort dingen allemaal. Weet je. Ik had deze gekocht. En daar ga ik nu even fruit in doen. Ik heb niet alles meer in huis. Maar komt goed. Ik ga jullie dadelijk het eindresultaat laten zien. Wat een nadeel is. Als ik iets heb met pakjes. Meerdere pakjes. In mijn hoofd moet er in elk bakje iets zitten. Ja, dat is echt zo. Ja, appel die heb jij ook. Mama, ik voor jou ook appel. Ja, appel heb ik ook. Laten liggen. Laten liggen, want mama heeft dat allemaal hier.
Dat is kiwi. Kiwi, goed zo. Nee, dichtmaken. Goed zo. Oh, mama, die had allemaal vorkjes. Ik heb afgezien van die bakjes. Ik heb afgelopen jaar vorkjes gebruikt voor hem. En hij vindt dat helemaal geweldig. Dus nou mag hij even kiezen. Zo. Kijk, welke wil jij? Welke wil jij? Wil je die? Is een konijntje. En welke doen we voor Sam? Hé, hey, welke mag Sam? Liam? Liam, welke is voor Sam? Is deze voor Sam? Wil je die voor Sam? De olifant? Oké. Mama. Ja, dan is dit bakje voor Liam. We hebben watermeloen, peer en appel. En Liam is op dit moment helemaal gek van watermeloen. Dus dat weet ik zeker dat hij eet. Ga maar naar de bank, die is voor jou. Smakelijk. En dan heb ik voor Sam, die heeft op dit moment een obsessie met mandarijntjes, appel en peer. Liam houdt niet van mandarijntjes. En dan heb ik voor Jordi heb ik dit. En dan denk je bij je eigen, dit is veel. Ja en nee. Jordi geeft heel netjes aan als hij klaar is met eten. Geeft hij heel netjes aan. Maar die twee jongens, die hebben vanochtend allebei al 2 krentenbollen op. Jordi wil dat niet. Jordi wil 's morgens niks eten. Alleen zijn fles melk met zijn medicijnen erin. En that's it. Meer wil hij niet. Dus ja, dan moet je het ergens aanvullen. En dan krijgt hij gewoon een extra stuk fruit. Nogmaals, ik heb dit al eens eerder gezegd. Alles wat ik doe is doordacht, is besproken. Ik heb dat ook besproken met de diëtiste. En zij is het absoluut met mij eens dat we het dan op deze manier doen. En hoe gevarieerder, hoe beter voor Jordi. Omdat Jordi bijvoorbeeld mandarijntjes niet kan eten. En waarom niet? Door dat vliesje. Appel moet ik schillen, want dat verwerkt hij niet, kan hij niet kauwen, kan hij niet verwerken. Peer, exact hetzelfde verhaal. Een druifje kan hij niet eten vanwege het vliesje. Zo zijn er wel meerdere. Banaan stopt voor hem volledig. Dan krijgt hij zulke bonken in zijn darmen te zitten, wat gewoon niet door zijn darm heen komt. Dus hoe gevarieerder, hoe beter. Dus vandaar dat hij het op deze manier krijgt. Nectarine heeft hij hier ook in zitten. Hier zit nectarine, watermeloen, kiwi en peer in. Nectarine, die schil, moet ik ook eraf halen. Want hij kan dat gewoon niet verwerken. Hij kan dat niet goed kauwen. En omdat hij het niet goed kan kauwen, komt het in zijn darm terecht. En moet ik ervoor zorgen dat hij door gaat blijven lopen. Maar goed, ik ga even Sam nu fruit geven en dan Jordi even geven. Sammy! Kijk eens, is het lekker? Met de vorkje, hè? Lekker, hoe maar happen. Open. Ja. Yummy! Zo, lekker? Yummy? Is het yummy? Open. Yummy? Is mandarijntje? Ja, zo. Mandarijntje, goed zo. Yummy! Hier zit Liam ook lekker te eten. Hij vindt peer op dit moment ook wel lekker volgens mij. Lekker? Maar ook dus voor zowel die andere twee, hoe gevarieerder hoe beter. Alleen op dit moment is het zo dat Liam zich vasthoudt aan bepaalde gewoontes. En dat is prima.
Maar dat betekent dus dat ik meestal één fruit doe die hij niet altijd krijgt of altijd eet. En de rest is allemaal wat hij kent. Dus appel kent hij bijvoorbeeld ook. Maar heeft hij er vandaag bijvoorbeeld geen zin in? Nou, dan heeft hij vandaag geluk. Fruit is klaar. Jordi heeft alles op. Dus hij heeft goed gegeten. Dan ga ik nu drinken maken voor iedereen. Liam en Sam doen altijd wel langer over hun fruit. Vind ik helemaal prima. Lekker relaxed eten is ook goed. Alleen Jordi kan dat gewoon niet. Hij ziet eten, dat is op dat moment zijn eetmoment. En dan wil hij dat gewoon gedaan hebben. Dus als hij zijn mond leeg heeft, meldt hij zich weer gelijk voor een nieuwe. Hij kan niet daarin wachten. Dus ja, maar ik ga drinken maken. Liam en Sam zijn ook klaar met hun fruit. Ze hebben de appel laten liggen. Maar de peer en de mandarijntjes heeft hij op. Liam die heeft de peer, een paar appels en een beetje van de meloen laten liggen. Dat is niet erg. Dus ja, dat. En Liam had deze gekozen. En Liam heeft voor Sam deze gekozen. Dus ja, ik vind dat ze eigenlijk best goed hebben gegeten. En Liam was ook heel blij met deze pakjes, want hij zei mama mooi. Dus ja, dat wil wel zeggen dat hij dat top vond. Nou heb ik ze net allemaal verschoond. Dus we zijn weer oppie toppie. En ik kan even gaan kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik een boterham ga eten, want ik heb een beetje... Liam wilde zijn eigen crackers smeren. Ik vroeg aan hem wat hij wilde eten. En hij gaf aan dat hij dit wou. Dus lekker eten, schatje. Vind je leuk, hè? Laat eens zien aan mama hoe dat je dat zo goed kan. Hey, laat eens zien aan mama. Nee, is nog niet klaar. Doe jij eten. Zijn heeft tosti. Doe je niet smeren. Doe smeren. Laat eens zien aan mama. Laat eens zien hoe je doet smeren. Ja, laat maar zien. Zo. Zo. En dan? Vasthouden. Zelf smeren. Goed zo. En dan eten. Liam wil steeds meer zelf doen. Dat mag je ook van mij. Dus ja. Ik ga even Jordi zijn luier doen. Die andere twee hun luier heb ik al gedaan. En dan ga ik Jordi ook eten geven. Dat wordt ook tosti. Ik kan al even niet filmen, want ik heb hier een blote kompen. Ja. Dus, ja, dat. Jordi zit nog binnen, want die heeft water geroken. Dus die denkt, doei, ik kom er niet aan. Maar, ja, dat. Ik ben hier de zwembadjuf. Jordi ligt lekker op de bank. Lag lekker op de bank, want hij gaat nou weer de woel terroriseren, denk ik. Daar is Sammy. Hi, Sam. Hallo, Sam. Ja, ik heb tegen jou Sam. Jij bent Sam. En wie is dat? Sam. Nee, wie is dat? Die Weka. Wie is dat? Miss Jordi. Is dat Jordi? Hi, Jordi. Ja. Hi, Jordi. Wat is Jordi toch allemaal aan het doen? Joep. Hi. Liam, of Sam wilde nog even wat vertellen. Wie is dat? Spook. Is dat Flop? En wie nog meer? Bing. Is dat Bing? En wie nog meer? Bing. Je bent nog één iemand vergeten, want wie is dat? Amma. Is dat Amma? Dus A-M-M-A. Amma. Ja. Mwah.
avontuur, hè? Oh, Bom. Het is tijd, de hoogste tijd, om de vlog af te sluiten. Dus bedankt voor de gezelligheid. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.